heet ik u hartelijk welkom bij de herdenkingsviering Vrijheid en Waarachtigheid, waarbij wij stilstaan bij 75 jaar operatie Furtherbor. Dear guests, my name is Piet Janssen, and on behalf of the organization committees, a warm welcome to the commemoration service freedom and truthfulness in remembrance of 75 years operation Furtherbor. Een bijzonder welkom voor de heer Mark Slipman, burgemeester van Slinkman, van burgemeester van Bergendal, en de heer Noel Verguns, wethouder gemeente Nijmegen. Ook hartelijk welkom mevrouw Tatjana Kempen, stelvertretende burgemeester van Kranenburg, en heren Jozef Gieteman, stelvertretende burgemeester van Kleve. Also, a welcome to Sergeant U.N. Wiseman, representing the Canadian Embassy, Lieutenant William Pennell, Royal Navy, representing the UK Embassy, and Colonel David Sears and his wife, Shira, representing US Embassy. Daarnaast verwelkom ik met veel plezier onze vrienden namens diverse organisaties in Duitsland en Nederland, die ik allemaal niet apart ga noemen, maar wiens aanwezigheid op prijs wordt gesteld. Fijn dat ook zoveel van onze Duitse vrienden de herdenking kunnen bijwonen. De leidingsgroep die u op de voorkant van uw boekje ziet staan, mag ik, ben pastor Jos van Rooij, af en toe het woord voeren. En als eerste moet ik en mag ik aan iedereen vragen of hij zo'n mobieltje heeft uitstaan. Vervolgens wil ik heel graag de kleine, unieke expositie aankondigen van schilderijen rond de operatie Veritabele. 10 werken van de Canadian War Artists Alex Colville en George Pepper, die we dankzij en in goede samenwerking met het Canadian War Museum Ottawa en de Euroregio Rijn-Waal in deze kerk tentoon mogen stellen. De hele week nog, elke middag van 2 tot 4. Dear guests, this commemoration service coincides with the opening of a unique exhibition called Paintings Around Operation Veritabele. 10 paintings of the late Canadian war artists Alex Colville and George Pepper are on display here thanks to and in cooperation with the Canadian War Museum in Ottawa and the Euroregio Rijn-Waal. En dan wil ik nu graag onze burgemeester Mark Slinkman uitnodigen om ons in te leiden in de herdenking van de gebeurtenissen 75 jaar geleden die zo diep ingegrepen hebben in het leven van zoveel Groesbeekse bewoners. And now I like to invite our mayor, Mr. Mark Slinkman, to guide us in the commemoration of what struck the village and his inhabitants 75 years ago so deeply.